Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Manon en uh, ik heb een kleine update in mijn aquarium gedaan. Ik had deze plant hier staan en dat was best wel een jungle. En ik vond dat heel mooi, alleen het is een plantje voor de voorgrond. Dus ik heb hem een beetje ja, kort gewiekt, misschien wel iets te kort. Maar op zich vind ik dat er nu weer diepte in mijn aquarium komt. En... De vissen hebben veel meer zwemruimte nu. Kijk, wat een mooi plaatje vind ik dit, hè? Mijn japonica al. Prachtig diertje. Mijn neon tetra's zijn blij. Ik heb net een waterwissel gedaan, dus mijn water is wat troebel. Ik heb ook gelijk het kleine aquariumpje geüpdate. Ik neem jullie even mee. ...naar het kleine aquarium. Oh, er vielen de kattenbrokken. Dat ruim ik zo wel even op. Ik heb die planten gesnoeid. En uh, ik zit te denken om hier... ...mos te gaan doen voor de garnaaltjes. En het plastic eruit te halen. Ik uh, moet ze wel weer een beetje gaan uitselecteren. Want ze zijn niet meer allemaal mooie pleur. Ik heb een paar nieuwe rode erbij. Uit het andere aquarium... Er zaten een paar een prachtige rode in. Dus uh, ik ben weer aan het wisselen geweest. Een beetje aan het experimenteren met mijn garnouwendjes. Ik heb de ramen schoongemaakt van beide aquariums. Waterwissel voor 20% ga ik nu twee keer per week doen. Ik lees overal dat dat beter is voor je ecosysteem. Dus ik ga dat een keer proberen. Um, vond je dit nou leuk? Deze video? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En uh, je kan ook in de reacties wat zetten. Wat jullie leuk vinden om te zien. Misschien kan ik daar filmpjes over maken. Of stel jullie vragen. Of geef mij tips. Alles is welkom. Ik wil van jullie leren. En dat jullie van mij leren. Nou, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Doeg!